Een tweede persoon is als gevolg van een verkeersongeval aan de Oost-West-verbinding ter hoogte van plantage Mooi te Koroni komen te overlijden. Het gaat om de 56-jarige Utra Kumari Bashati. Ook haar 13-jarige kleindochter Shenigi Bashati heeft eerder de geest gegeven als gevolg van de opgelopen letsels. Dit bevestigt de politie vandaag. De drie andere inzittenden werden voor medische hulp met de ambulance afgevoerd naar het Moongra Medisch Centrum. De bestuurder zou op een bepaald moment zijn uitgeweken voor diepe kuilen op de weg en moet daarbij de controle over het stuur hebben verloren. Onze nieuwsdienst verneemt dat de chauffeur mogelijk op een hoge snelheid reed en door de manoeuvre de auto over de kop sloeg, tegen een schutting botste en in een goot belandde. De nieuwsdienst sprak districtscommissaris Winter van Koroni dinsdag nog over de wegsituatie. De burgervader roept de gemeenschap op om op hun snelheid te letten, voorzichtig te rijden en rekening te houden met de kuilen op de weg. Vanwege de aanhoudende regens kan de weg voorlopig niet worden aangepakt. Tijdens een ander verkeersongeval op de Oost-West-verbinding ter hoogte van Perika in Marowijne overleed maandag de 28-jarige autobestuurder Quincy Singpai, ook na een zware aanrijding.